En als je het meevraagt, dan geloof ik dat hij al een nieuw avontuur ruikt. Hé, wat moet jij? Gegroet, edele heer. Ik ben uw dienaar. Ik ben de knecht u zoekt die met mensen, dieren en kokerijken omgaan. Als met mijn gezelvers. Ik hou van de kost en erin wonen. Zo. Je hebt nogal een hoge dunk van jezelf, hè? Ja. Heb je dat soort karreweitjes meer opgeknapt? Ach, wat zal ik u zeggen? Ik doe van alles en nog, maar soms doe ik niks. Wat bedoel je? Nou, ik bedoel dat als het moet, doe ik niks. Ja. En als ik mag, dan werk ik ook wel eens een keer. Wat voor soort werk? Dat blijft onder ons, maar dat is een geheim. Nou, doe nou niet zo geheimzinnig, hè? Vertel eens op, dat geheim. Wat zou je ervan zeggen? Als ik je vertel dat ik eens een poos burgemeester geweest ben. Wat? Zeker ook hofdame bij de prins, hè? Nou, niks ervan. Als ik zeg ik ben burgemeester geweest, dan ben ik het geweest. Nou, wat heb ik nou aan een burgemeester? Ja, dat moet je niet zeggen. Burgemeesters kunnen van alles. Ja. En ik kan ook alles. Ah. En ik geloof dat ik op de wereld gekomen ben om jou te helpen. Zo. En ik kan alles. Ik kan wassen, schillen, boenen, aardappelen koken, boodschappen lopen, houtjes hakken, karassen maken, gras zaaien en spiegeleieren bakken. Doe maar. Bescheiden ben je niet. Wat kun je nou eigenlijk niet? Ik kan niks niet. Ik kan van alles en nog wat. Ah. Erin wonen. In de kost. Goed? Nee, wacht eens even. Ik heb er ook nog wat in te vertellen, hè? Je bevalt me maar voor de helft. Nou, de andere helft is net zo. Pik me er maar gauw in, want als je erover na gaat denken, dan ben je me de volgende week kwijt en dan zijn er nog voor te grienen. Ja, hoe oud ben jij? Oud, ik ben niet oud, ik ben nog jong. Nou, ik bedoel, wanneer ben je geboren? Ja, dat weet ik niet en dat gaat je geen boon aan ook. Helemaal niks. En ik ben alleen maar op de wereld gekomen om jou te helpen. Zo, hoe heet je? Shh. Niet verder vertellen. Huh? Swiebertje. Swiebertje. Ja, dat is niks om te lachen. Swiebertje. En ik ben bekend. Als de bandhond, dat geloof ik graag. Nou, vooruit. Personeel is tegenwoordig moeilijk te krijgen. Kost en erin wonen en werken, dat is stukken eraf. Hè? Dat is waar. Ja, nou, ik doe niks liever dan werken. Ja, dat zie je wel naar uit. Maar ik heb je gewaarschuwd. Mag ik mij dan misschien ook nog even aan zijn edelachtbare heer de burgemeester voorstellen? Het mag, ja. Ik ben Pietro Antonio Bontempelli, dresseur van wilde beesten. Psst. Ja. Ja. Ben u dat? Dat ben ik. Hou je mond dicht als je meester spreekt. Ik, Antonio Bontempelli, dresseur van wilde beesten. Ja. Waar ik optreed, staan de mensen stom verbaasd en mijn roem reikt tot ver over de grenzen. Waar ik mijn harmonica bespeel, kan geen been zich stilhouden en ieder zet zich tot de dans. Is die waar? Ja, klopt. Ik ook. Oké. Okay. Hey. Hey. Nou, dat is een mooi begin, dat moet ik zeggen. Alsjeblieft. Je geeft dus om kunst, hè? Dat is tenminste iets. Dan wil ik je nou eens voorstellen aan mijn beste vriend. Heb je een vriend? Ja, mijn beste vriend. Die door ruimtegebrek verplicht is er een eigen verblijf op na te houden. Kom je maar eens mee, want het is een danseur. Een danseur. Een danseur die over de dansvloer zweert wanneer ik mijn harmonica bespeel. Ga je maar eens mee. Ja, ik ga mee. Swiebertje eet je, geloof ik. Swiebertje, ja. Mag ik je dan voorstellen aan mijn grote vriend, Bonaboom. En wie? Alsjeblieft. Kom hier! Moe! 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 Kom h
kan. En dan blijft er wat die broek niet veel ermee heel. En voor jou ook niet, ben ik bang. Zonde van mijn broek. Dus, Zwiebertje. Jij loopt nooit meer weg. Voor geen 100 bordenbooms, baas. Dat zou ik ook zeggen. Hand erop. Ja. Mooi. Mooi. Nou, naar binnen toe. Achter in de wagen staat een emmer. Je gaat water halen. En aardappels jassen. Vooruit. Wie moet ik jassen? Aardappels. Piepers. 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 Oh, hoi.
Borreboem? Waar heb je die ouwe? Kun je nog dansen? Nou, kom. Opstaan? Die flauwe afbeulen, de zon is nog niet eens op. Ik heb met de zon niks te maken, maar met jou zoveel te meer. Weet je niet dat luiheid een grote ondeugd is? Wil je wel eens opstaan of moet ik Borreboem misschien uit zijn hok halen? Kom maar, baasje, kom maar. Geen Borre, jongen. Een Borreboertje. Nou. Maar het is wat een afschuwelijk beroep. Dat trapje nog. Wat betekent dat? Wat betekent wat? Dat hè? Dat hè? Zwiebertje speelt met zijn teentjes. Dat zijn de teentjes met zijn voetjes. Ja, dat zijn Zwiebertjes teentjes met zijn voetjes. Het lijken wel kachelborsteltjes. Nou, dat is ook overdreven, kachelborsteltjes. Ze zijn een beetje aan de vieze kant, omdat ik vannacht in het donker naar het hok van Borreboem ben gelopen door de modder. Ja, daar ga jij mee geslapen, hè? Ben jij daarmee in bed gestapt? Ja. Ik kan moeilijk zonder die dingen in bed stappen. Ja. Oh. Ja, nou, wat bedoelt u misschien? Ja, dat bedoel ik. Waarom heb jij ze niet direct gewassen? Nou, dat doe ik nooit zo direct, hè. Dan wacht ik altijd even mee. Direct, het is meteen zo onherroepelijk, hè. Ik doe het meestal één keer per jaar met de kerst. Zo. Dat doe je dan nooit meer, begrepen? Zo kom jij nooit mijn wagen meer in. Nee. Direct wassen. Direct wassen. Direct, begrepen? Nu direct. Direct. Ja. Hoi, deze direct wassen. Waarom ben je niet? Belief nog aan toe. Hier. Vooruit. Aanwassen. Ik blijf erbij staan. Daarmee? Ja. Vooruit. Dat is een lekker doekje. Ja, vooruit. Maak ze zo. Ja. Wie? Dat doekje? Nee, je linkervoet. Nee, begin met je linkervoet. Oh, mijn linkervoet. Meneer, schiet wel op, hè? Je moet er glimmen, hè? Kijk, ze moeten glimmen. Ik zal je laten glimmen. Nee, ah! Zo, vooruit. En nou die andere voet. Wassen. Nee, jouw andere voet bij je maal. Jouw voet wassen. Nou. Het schuim daar vliegt, hè. Alsjeblieft, kijk nou eens aan. Nou worden ze ver. Zo. Weer wat geleerd, hè. Weer wat geleerd. Dat je niet gauw vergeten zult, hè. Vuiligheid. Nou, ik ben uit. Knechtje gezocht. Uit de brand ben ik. Oh, ik ben helemaal ongelukkig aan het wassen. Bah. Zo. Vader zijn voetjes helemaal fiets. Vuil dan ook. Wat een ding. Handdoekje op de grond. Zo. Wat zei die nou, die vrije?
Nou, dit wordt smullige blaadje vanavond. Noem je dat werken? Hé. Ja, ik zou de schoenborstel gebruiken als ik jou was. Hè? Ja, zeker, baas. Au! Ik heb honger. Je bent een groot kunstenaar, baas. Ja, hè? Hé? Dat is niet de eerste die dat zegt, Schiedertje. Ga weg. Nee. De tweede. Nou, al een stuk of 10 heb ik me van tevoren al. Weet je hoe dat komt, Schiedertje? Hé, je makker. Dat komt omdat ik het menselijk hart bespeel. Het is niet waar. Ja. Want ieder mens voelt diep in zijn hart iets moois en iets goeds. Maar het mooie en een goede kop niet altijd. Nee. Als je ervan speelt, Schiedertje, dan is het net of je het kunt grijpen. Ja, ik begrijp het, baas. Ik begrijp het. Je speelt altijd van die droeve dingen ja. die nooit gebeuren en waar je altijd van droomt. Ja, dat begrijp ik. Ja? Yeah. Het is eigenlijk een soort toverdoos, Swiebertje. Ja, je kunt er een hoop geld mee verdienen, hè? Dat kun je zeker. En op, Swiebertje. Fuck! Wij gaan er samen eens wat geld mee verdienen. Wil je dat nou? Ja. Wij gaan er samen wat geld mee op tafel toveren. Ja, maar mag ik mee dan? Jij mag mee. Is dat niet waar? Mag ik mee? Oh, Heb ik een prachtig clownspak voor je. Oh, mag ik dat dan, baas? Dat mag je aan, dat zal je wel passen. Huh? Nou, we zullen ons best doen, hoor. Kijk eens aan. Jongen. En wat gaat hij dan doen, baas? Wat gaat hij doen? Dan ga ik spelen. Spelen? Ja. Met wie? Met de harmonica. Met de harmonica? Met de harmonica. Oh, je bent toch ook zo'n gekker tegen? Gaat toch niks uit de weg? Alsjeblieft. Alsjeblieft. En dan neem jij Borreboom. Wie neem ik? Borreboom. Borreboom, wat moet ik ermee doen dan? Daar ga jij straks mee dansen. Je met dus Borreboom? Zo brengen wij het geld bij elkaar, Swiebertje. We brengen het geld, we gaan met Borreboom met de leg. Duizenden guldens brengen wij samen bij elkaar. Duizenden guldens, nou, is dat het feit is? Waarmee? Wacht even, mijn petje. Heb je geen petje voor mijn baas? Ik heb geen petje voor je, jongen. Een petje en een neusje, ik wil een neusje op, een neusje wil ik op, ja. Hier heb jij een neusje. Kijk even lekker, mijn neusje met een brilletje erbij. Nou gaan we de kermis op. Waarom? Pas op, jongen. Op de schoenen. Waar is de schoenen? Wat is er met je schoenen? Ik kan het er niet in. Dat doet er niet toe. Zo. Neem maar mee. Boem, boem. Gestaan ook. Kom dan. Waarom mee?
Kom eens. En wat is die dan? Is het mogelijk voor u te zien de speciale dresseurgroep van Pietro Antonio Bontempelli, zijn wereldberoemde clowns Swibuzio en de alombekende woudbeer Boeri Boemius, die met veel moeite gevangen is in de wildernissen van het Kura-Kura-gebergte en opgeleid tot prima ballerina de fraaiste volkdansen voor het verwenste publiek naar voren zal brengen. Ik vraag u beleefd uw aandacht voor het volgende nummer, want wij zijn opgetreden in en buiten Europa voor alle vorstenhuizen ter wereld. Ministers van staat en generaals van staf hebben in uitvoerige brieven betuigd van hun tevredenheid. En waar wij zijn opgetreden heerste slechts één enkele wens: de troep van Pietro Bontempelli terug te zien. Dames en heren, boerenburgers buitenlui. Ik zal niet verder uw geduld op de proef stellen. Thans komt het grootste circusnummer aller tijden. Swibuzio en Boerboeius treedt tevoorschijn. Zo hard bijten. Voorzichtig aan, voorzichtig aan. Nou, dat bijt niet weer. Hier, doe het zelf dan maar. Alsjeblieft. Ah, mooi. De melk is gebracht en de krant. Dan kunnen wij eens kijken of er wat nieuws in de wereld gebeurd is.
Au! Nou, dat is een lekker apparaat wat ik nu voor heb. Dat is een heerlijk apparaat, hoor. Van wie het is, weet ik niet, maar het past weer fijn. Kijk eens even aan. De knopjes wat naar binnen, buigen. Ha. Oh, als ik mijn haar om kan hangen, dat vind ik dolgelukkig. Zo. Nou? Hé? Kun je nou niks anders verzinnen? Hoe staat het? Nou, je hebt zelf gezegd, we mochten vanmiddag uitrusten van de vermoeienissen van vanmorgen. Ja. Vinden die baard nou niet leuk? Nou, ik vind er eigenlijk niks aan, Spiebertje. Maar als je er zoek mee bent, ga je gang, maar laat mij rusten, mijn kratje. Nou, ik had je eigenlijk willen vragen. Ik had die baard graag eventjes willen lenen. Voor een grapje, voor een goed doel. Een goed doel? Ja. Jij en een goed doel, dat zijn er twee, Spiebertje. Een goed doel met een baard. Nou, ik heb een vriendinnetje in het dorp, de huishouden van de burgemeester. Ah. Die wou ik eventjes laten schrikken. Ik een grapje mee uithalen. Is dat het goede doel, die huishouden? Ja. Huh? Kijk eens, dan ga ik naartoe. Huh? En dan kom ik uit het raam en roep ik, hoe? En dan schrikt ze. Ja. En dan hebben we plezier. Ja, Saartje of... Of jullie allebei soms. Nou ja, goed. In eerste plaats ik natuurlijk. En dan Saartje ook. Ja, het is om hier in een hoekje te lachen. Saartje schrikken, ik de baard af. En dan alle twee plezier. Ja, nou, je moet maar doen wat je niet laten kunt, Spiebertje, maar laat mij dat buiten. Mag ik, baas? Maar denk aan dat je om 5 uur terug bent, hè? Precies 5 uur voor de bekerij, je moet koken. Hm? Precies 5 uur terug, komt precies je naar de baas. Precies 5 uur terug. Precies 5 uur terug. Zo, veel plezier. Kom voor elkaar. Denk aan precies 5 uur, hè, Spiebertje? Ja, precies 5 uur. Ja, ja. Meneer, kom voor mekaar, meneer. Kom voor mekaar, meneer. Tetiam, tetiam. Het komt voor mekaar, meneer. Kom voor mekaar, meneer. Kom voor mekaar, het komt voor mekaar, meneer. Ik moet u onverwacht gaan arresteren. Ja, onze burgemeester zal weten dat hij een weldwachter heeft. Ja. En
Wat voor een veldwachter, Saartje. Saartje, ik zal jou nog vertellen. Ja. Ik zal voor jou vechten, Saartje. Oh. Alle Saartjes op de wereld zal ik vechten. Ja. Ik, Bromsnor, veldwachter, eerste klas, met mutaties. Oh. Ja, zal ik jou nog vertellen, Saartje? Ja. Dat is vast een zigeuner. Een zigeuner? Ja, een zigeuner. Oh. En ik heb een vreselijke hekel aan zigeuners. Jij ook, Saartje? Jij ook, Saartje? Ja. Goed. Kijk eens hier buiten het dorp. Daar is een wilde beestenspul. Nou, ik zal de heren leren wilde beestenspullen. Oh, begrijp je, Saartje? Bromsnor, ik ben je zo dankbaar. Je bent een held. Ja. Je bent een hele grote held, Bromsnor. Ik zal het nooit vergeten. En ik zal het tegen de burgemeester vertellen. Ja, dat moet je natuurlijk tegen de burgemeester... Nee, dat moet je niet tegen de burgemeester vertellen. Oh, nee. Ik bedoel, Saartje. Ja. Bromsnor trekt een strijden. Oh. Alle zaakjes op de wereld. Oh. En mevrouw jou in het bijzonder, zaakje. Daar ga ik. Dag, zaakje. Dag, Bobs. Hey, hier. Hey. Ja. Hey. Dag, Bobs. Dag, zaakje. Honger. Waar blijft Zwiebertje nou toch? Hij had toch beloofd, hoe laat is het? Bij zessen. En hij had beloofd om 5 uur terug te zijn. 3 kwartier te laat. Nog geen aardappel geschild. Maar dat zal ik hem inpeperen. Dat zal ik hem inpeperen, dat beloof ik hem. Maar daar staat hij. Dat is Zwiebertje. Waarom heeft hij zo'n gek pakje aangetrokken? Wat denk je dat? Ja, dag. Is dat een blokje omlopen? Nou, vraag ik je. Als ik een blokje om wil lopen, dan... zul jij toch nog precies doen wat ik zeg, begrepen? Nee, maar nou, vraag ik je. Zeg, mag jij eens opzij? En nou ga je aardappels schillen wat je beloofd hebt, hè? Grapje kan lang genoeg duren. Nou is het genoeg geweest. Aardappels schillen? Begrepen? Ik de burgemeester. De burgemeester? Dat heb je allemaal leren proberen wijs te maken, jongen. Ik weet dat je de burgemeester niet bent. Vooruit aardappels schillen. Nee, maar jongen. Ik wil geen geval. Heb je nou genoeg daarvan? Ik heb gezegd dat je aardappels gaat schillen. En dan ga je aardappels schillen. Vooruit. Hier, ik ga alsjeblieft naar je neemt de grootste maar. Ik kan helemaal. Wat ik kan helemaal niet. Dan heb je me vanmiddag gezegd. Je kon aardappels schillen. Een gast zijn en alles. Vooruit, ga je gang. Hup. Ik kan misschien wel schillen. Schillen. Vooruit. Ja, nou ja, maar ik... Hup. Ik kan het toch ook niet zo doen. Nou, vrij maak je ze niet, hè? Stel alles wat je overlaat. Wat moet weten, de schil of de aardappel? Kijk maar, ik zal er wel mooie hoopjes van maken. Zo. Mooie vierkante aardappels. Is dit een mooie? Ha? Is dit... Ah, dag burgemeester! Dat is Zwiebertje. Maar jij bent Zwiebertje. Jij bent Zwiebertje. De burgemeester. Meneer de burgemeester, neemt u niet kwalijk, maar ik dacht dat Zwiebertje u en u Zwiebertje was. Hè? Jou moest ik in de boeien sluiten. Jou moest ik in de cel stappen. Moest ik jou... Jou... Jij, je bent... Niet huilen, dat kan ik niet hebben. Nou ja, per slotverrekening, je bent ook wel een aardige man, geloof ik, hè. Nou, vooruit, laten we daar maar verder niet over praten. Misverstand kan gebeuren, hè. Ja, burgemeester, u moet het maar niet kwalijk nemen, het is allemaal mijn schuld. Ik kan er ook niks aan doen. Nou ja, niet verder over praten, Pietro, hè. Mag je hartelijk dank zeggen, meneer de burgemeester. Wij zijn goede vrienden dan, hè. Kan ik u misschien iets aanbieden, burgemeester? Ach, nee, waarom? Ja, kijk eens, nemen, wat ik voor u speciaal heb, een echte goede sigaar, burgemeester, dat u hem in gezondheid... Mag oproken. Zal ik u een lucifer? Kijk eens. En hoe is die nou? Nou, is een lekker sigaartje, hè, burgemeester. Ja, met ruikt een echt bandje, meneer de burgemeester. Dat is een mooie baard die jij jong hebt. Ja, dat is lekker, hè. Zie wat je zegt. Dat is een mooi baardje, hoor. Wil je hem eens om? Nou, ik zou dat eens een keer mogen. Moet je hem eens om? Oh, dat heb ik altijd graag gewild. Een baard? Ja. Ja, ben ik nooit toegekomen. Oh. En hoe met die sigaar? Die moet precies zo ertussen. Ja, ja. Dan kan de voorzitter dat het haar niet in de fik vliegt. Ja. Lijk ik zo op iemand? Ja, burgemeester, spreken. Wacht even, ik zal even de burgemeester halen. Ja, hij is een spiegeltje halen. Ja, dat kan je zelf zien. Dat kan je zelf zien. Een mooie baard, burgemeester. De mooiste die ik ooit gezien heb.
Kijk eens, burgemeester. Nou, u bent net de burgemeester van Amsterdam. Nee. Van Den Haag. Ja, net de burgemeester van Den Haag. Zo indrukwekkend. Ja. Ik arresteer jou in naam van de burgemeester. Wat is dat dan? Ja, ik ken jou. Ik weet wie jij bent. Jij bent de man met de baard, hè? Ja, jij bent de man die weerloze vrouwen aanvalt. Probeer, in naam van de burgemeester nogmaals, arresteer ben je. Begrijp je dat heel goed? Broekstor, luister nog even. In naam van de burgemeester. Ja. In naam van mezelf. Ja. Bromsdorf, ik arresteer jou. Jij bent gearresteerd. Zwijg, hou op met die nonsens. Wat is het hier allemaal? Het ene misverstand stapelt zich hier op het andere. Het lijkt wel of mijn dorp in de brand staat. Ja, maar meneer de burgemeester. En wat is er aan de hand? Niks, zeg het eens. Niks. Wie zoekt de ruzie? Hij? Niets. Niemand. Wat doe je met die sabel? Oh, steek ik direct op. Ja, steek weg dat ding. Steek een sigaar op en jij steekt je sabel weg. Ja, er is niets meer aan de hand. En wat gaan jullie doen? Wat zeggen we nu? Ingerukt? Ik ben die Hupmars. Ja. Jawel, meneer de burgemeester. U dienaar, meneer de burgemeester. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, moeder, maar zij. Blijf hier op. Ja. En wat ga jij nou doen? Hè? Ik ga je hoed halen, burgemeester. Ja. Ik ga de. Ja, ik weet het niet, meneer burgemeester. Ik zal wel weer aan de. Aan de piepers moeten. Ja, aan de piepers. Ja. Alsjeblieft. Zo, dus jij gaat aardig. Ja, ik weet niet wat ze zijn. Die vind je dan zelf wel. Ja, fijn hoor. Hier zijn mijn piepertjes. Wel, dan gaan we dan. Ik kan het niet anders zeggen. Zwiebertje. Aardig. Ja, nee, ja. Heel aardig. Ach ja. Een grapje mee nog steeds. Feestelijke dag. Ja, ja, zo. Nou, tot ziens dan. Ik ga door. Tot weer ziens, burgemeester. Tot weer ziens. Hé. Dat is nog. Wat zit u? Goed afgelopen. Ja, het is goed afgelopen, hè. Ja, gelukkig wel, ja. Prachtig mens, die burger. Ja, het is een prachtig mens. Prachtig mens. Ja, hoor. Nou, ja. Het is wat je noemt een echte heer, hè. Het is een held. Een held, ja. Een held. Hup. Nou, vooruit. Nou ga je aardappels schillen, want ik heb honger gekregen. Vooruit, opschieten, Sila. Ik ga ze schillen. Hop. Hupla, hé, hup. Hé, hup. Ja, hup.